Mijn naam is Liesbeth Slijster. Ik ben barista en een barista is iemand die heel veel weet over koffie en over de bereiding daarvan. En met een handmatige machine. Maar u wilt thuis natuurlijk ook een goede koffie maken. En dat kan met de Siemens espresso machine. Ik ga voor u vandaag een latte macchiato maken. Macchiato betekent gevlekt. En in dit geval is het een koffie met veel melk gevlekt met een espresso. Hiervoor gebruik ik verse koffiebonen die mooie olie afgeven. En verse volle melk die lekker zoet is. Dit is het melkreservoir. Hier vul je de melk in bij. En het reservoir kan je in de koelkast zetten, dat je melk goed koud blijft. En dat is ook goed voor het opschuimen. Dat je, hoe kouder je melk, hoe mooier je schuim wordt. Ik heb hier een melkkannetje. Die zet ik onder het tuutje van de melk. En ik zet hem aan. Ik wil graag mooi schuim met weinig grote bellen. Dus dan zet ik hem op de schuimstand. En het mooie schuim dat krijg je doordat er een milk whirl systeem op zit. En dit systeem maakt de melk ook niet te heet. Dat is heel belangrijk, omdat je koffie anders verbrandt en dan krijg je bittere koffie. De belletjes die erin zitten, tik je eruit. En daarna ga je walsen. Doordat je walst, gaat de melk door de melkschuim en krijgt de melk een mooi glanzende look en het drinkt ook lekker. En wat er dan zometeen gebeurt, is dat de melk naar beneden zakt en de schuim bovenop blijft liggen. En dat kan je straks zien omdat er hier een rand komt. In een latte macchiato gaat een espresso, maar je kan ook kiezen om een dubbele espresso erin te doen. En met deze machine kan je ook een kleine espresso nemen. Dus nu worden de bonen vers gemalen. Dus hij maalt wat je nodig hebt en dat is extra goed voor de smaak, omdat hij erg vers is op deze manier. Nu schenk ik heel langzaam de koffie op de melk. En als je dat heel rustig doet, dan zie je dat je twee lagen krijgt. En dat is wat deze koffie eigenlijk zo mooi maakt.